Hallo dames en heren en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en Myron is de koningin van Sims op mijn kanaal. Dus gaan we nu een kijkje nemen in de wereld van Sims door de ogen van Myron, van hoe ze alles heeft gemaakt. Ja. En we gaan dus eventjes zien wat Myron heeft gemaakt en mijn eerste reactie erop, want ik heb geen een van de video's gekeken. Sorry Myron. Nee, maar dat heb niet. Ik expres niet gedaan. Dat hebben we afgesproken. Dat wil ik dus even zeggen. Ja. Want nu gaan we de eerste reactie van mij bekijken. Dus laten we naar Sims gaan en even kijken hoe alles eruit ziet. Ja. Daar zijn we dan, dames en heren. In Sims. Hoppakee, knolhuis. Gaan we meteen de folder op? We klappen folder op. Oké, start. Hoppakee. Maar eigenlijk is het leuker dat jij dan rond gaat lopen, hè? Ik heb trouwens één vraag aan de chat en die reactie had ik gelezen onder de video. Hoe ga je ook alweer een soort van door het huis heen? Welke toets moet ik dan gebruiken? Dat je zeg maar een beetje first person zo door het huis heen kan lopen. Ik dacht dat jij de Sims Pro was. Tap, ik heb hem al. Tap. Zelf bedacht. Oké. Okay. Maar dan moet je wel in leven zitten, zeker. Dan doen we even zo en dan doen we pauze. Je hoeft maar één keer in te drukken, denk ik. Wow, dat kan ik niet, maar jij kan dat wel. Oké, okay, mag ik dan door het huis lopen? Ja, dat lijkt me het beste. Oké, is goed. Zo, is wel heel gevoelig. Ja, jeetje, Mina. Hoe buk ik? Hoe ga ik naar onder? Dan zit nu op de bovenverdieping. Wat is dit? Schat. Hey, speeltuin. Ja, dat zit bij ons huis, handig hè? Nee, dit is dat is niet te doen, joh. Oké. Okay. Ik doe het gewoon zo. Je moet daar naar beneden. Yo, die tap is echt veel te gevoelig. Oh, staat het geluid te hard? Ik hoor geen eens iets. Kijk hoe kaal het is. Ja, maar het is kaal. Zo. Met de bruik begrepen. Ja. Ja, dat tap ziet er wel handig uit, maar het is eigenlijk helemaal niet handig hoor. Van te veel tappen krijg je dus dit. Kijk. Als je te veel gaat tappen, dan wordt het een beetje duizelig. Ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon normaal doorheen lopen. Maar je moet wel even naar de benedenverdieping gaan. Hoe doe je dat? Daar. Deze. Ja. Oh, eentje omhoog. Mm-hmm. Dit is de kelder. Oh, dan was je wel goed. Ik kan die boom ook weg, want die staat aardig in de weg. Nee, want die staat er in het echt ook. Oh, hoe doe je het hele dak erop dan? Ja, zo en dan meer naar boven. Kijk, dit is wel even een mooi begin. Ja. Zo, nou laten we hier dan maar even beginnen. Zo, dames en heren. We zijn in Sims en we gaan even het hele huis bekijken. Ja. Dus gewoon echt van alles. We bekijken even de bomen, wat voor soort het is. Even op palmboommuziek staan. Ja, dat heb je leuk gemaakt. Gedaan. Ik zie hier palmbomen staan. Oké. Leuk hè? Dat is echt oprecht wat ik ook heel erg graag in mijn tuin wil later. Ja, en dan iets hoog grotere plantenbakken. Wat heb jij die zijkant goed gemaakt? Goed hè? Ja, serieus. Die zijkant is echt super goed. Zo wordt die ook hè? Dat vind ik echt knap. En daar staan mijn favoriete bomen dan. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben ook benieuwd. Dit is de Waar? Oh, deze? Zo, dat worden de olijfbomen. Oh, zijn dit olijfbomen? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat maakt niet uit, zegt hij. Ja, nee, dat was een grapje. Dat hele olijfbomen. Kijk, die olijfbomen, kijk. Ja. We doen alsof ze niet zijn, kijk. Oh, nog eentje. Nee, maar het is mooie, mooi. Ja, mooie boompjes. Dit vind ik ook een mooi zo'n bak. Ja, dan moet ook, maar dan groter. Dit zijn echt van die bakjes, dat dan zo iemand op visite komt met een hond, en dat die hond zo daarin gaat kakken, zo. Ja, maar... Weet je wat dan ook nog de bedoeling is? Daar moeten we schrikdraad doen. Weet je wat ook nog de bedoeling is bij die bomen? Nou? Dat er zo'n lampje opschijnt. In de avond. Vind je dat wel leuk? Op de boom, ja, dan groeit die. Net zoals hier zo. Ja. Zo'n pio. Maar die lampjes, die zitten er echt, hè? Ook in het ontwerp. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. We hebben hele mooie lampjes die... Normaal ken je dat liedje van Schijnen liggen hier op mij. Oh, middernacht. Schijnen liggen hier op mij. En dat denkt die boom dan. Oh, middernacht. Dat denkt die boom dan. Schijnen liggen hier op mij. En dan hebben we hier de vuurpit. Ja. Kijk eens even. En dan zitten we hier op van die veel te harde bankjes. Dat je pijn krijgt en je reet. Nee, maar die moet... Zo ziet dat eruit. Ik heb dit uitgelegd. Ja, maar zijn lekkere kussentjes, hè. Dit moet ingegraven. Ingegraven worden, ja. En dan hebben we zo'n stokkie met een marshmallow. En die doe je hierboven. En dan, maar lekker je kan ook gewoon, sappig. Wat kunnen precies. We? Ja, lekker toch? Ik zit er helemaal in, mensen. Ik zit er helemaal in. Ja. Ik zit er helemaal in. Sims is toch best leuk, hè? Zeker. Beginnen we bij de studio, want die is nu ook al... Wat is dit voor prinsessenstruik? Ja, geen voor mijn studio. Dan heb ik zo'n stoere studio en dan heb ik hier prinsessenblaadjes. Ja, allemaal sterretjes. Ah, wel leuk. Nee, gewoon even iets van plantjes daar, zo dacht ik. Oh, dit ziet er echt goed uit. Kijk eens even, mijn studio. Helemaal met glas.
Ja. En dan hebben we een plat dak. En dat mist, dat zie ik niet. Dat heb je ook niet. Heb je niet in Sims van die dakdekkers? Zonnepanelen? Nee. Oh, nou hier wil ik graag, of hier krijgen we zonnepanelen op. Ja. Dus dat is wel mooi. En dan hier binnen, kan je dat ook zien? Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel. Kijk, doen we deze. 1, 2. Nee, dan ga je. Oh. Beam. Oh, eentje naar omhoog. En dan boom. Kijk. Dan komen we dus hier binnen bij de studio. Ik begin ook meteen met de studio, is dat erg? Ja, maar die is dus nu ook al bijna af. Dus dat is alleen maar leuk. Dus daarom beginnen we daar. Dan kom je hier dus naar binnen. Kijk. Even deurtje. Kijk, hier is deurtje. Ja. Die doen we open. We doen hem op slot eventjes. Voor iedereen. We doen hem voor iedereen even open. Toegang verlenen aan... Myron. Oh, gaan we naar de kelder? Ah, ik weet helemaal niet zo goed hoe dat werkt. Kijk, dan kom je hier naar binnen. En als je zoiets hebt van... Oh, ik moet zo nodig. Kan je meteen gaan. Was je handen, ga je weer weg. Ja. Dan kom je hier in de... Is het een spiegel? Ja, vond ik wel leuk. Nou, wat leuk. En daar de kapstok. Maar die heb ik ook opgehangen trouwens. Hier de kapstok. Die de buur omhoog doet. Oh ja. Zie? Dus kan je daar je jas op Kijk, hangen. Daar hangt mijn bucket hat. Ja. En dan gaan we eventjes... Kan je ook zo omhoog? Ja, T. Hoe doe je T? Oh, kan het alleen in bouwen? Ja. Oh, wat lastig dit allemaal. Oh. Zo, en dan doen we G en dan heb je die stipjes, streepjes. Ah, kijk. Oh, interessant. Ja. En dan deze zo. Kijk. Nou, dan hebben we hier dus hebben we een keukentje. En dan... dit is... Dat is de meterkast. Dus de meterkast. Ja. Ja, dat hoeft het niet te zijn. Nee. Ja, tenzij we iets willen meten. Maar ik dacht, ik maak hem wel. Want anders lijkt het groter dan het was. Klopt. En dan hebben we hier Ik wou zeggen badkamer. Ik hoef toch niet te douchen daar. Dan hebben we hier de keuken. Ja. Kunnen we lekker bakken of iets halen? Of uit de koelkast? Lekker bakken, alsof jij daar wat gaat bakken. Ik ga niks bakken. Ik doe misschien wat in de magnetron. Gewoon de koelkast. En dan lopen we hier zo het hoekje om. En dan kom je in mijn Walhalla van een studio. Yes. En die is wel echt knijtersdik. Met al dat glas zoals je hier kan zien. Oh, hey, wat is dit voor ding? Ja, dat is het enige rode kunstwerk wat ik kon vinden. Echt? De dag doen. Oh, dus je had geen Knolpower logo's hier. Je kan toch eigen logo's en dingen in Sims doen? Je hebt gewoon van die... Ja, zoveel tijd en energie heb ik er niet in gestopt. Nou, helaas. Oké, nou had ik wel leuk gevonden. Oh, nee, maar het ziet er wel mooi uit. Oké, dus dat is de studio. Ja, zit er ook een dak op? Ja, dat heb je net al... plat dak. Ja, had ik al gezien. Maar dit klopt dus ook qua afmetingen. Want ik heb letterlijk de bouwtekeningen erbij gehouden. Dus zo wordt het. Is wel groot, hè? Ja. Is wel echt vet. Is heel gaaf. Wordt heel anders weer dan wat je hier zo ziet. Oké, en dan hebben we hier gewoon inderdaad de rest van de tuin. Die loopt wat verder door dan waarschijnlijk. Ja. Maar daar staan toch allemaal boompjes en dergelijke. Nou, deze boom staat wel echt akelig in de weg. Als je dit zo ziet in Sims. Maar die staat er wel echt. Ja. Deze boom. Klopt. Wil je die nu weg? Die doen we nu even voor de... Even zo weg. Zo. En dan hebben we hier... Even een dak laten zien. Boom. Ah, dit is wel een kast van een huis, hoor. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Echt mooi. We gaan naar de garage. Want dat is iets wat ik ook echt heel erg mooi vind. Hier hebben we ook weer inderdaad mooi dat zwarte. Of niet? Ja. En dan kijk eens even. Even eentje omlaag. Kijk. Er staan... die herken ik niet, die auto's. Nee. Maar hier... Dit is wel echt heel erg vet, wat we hier zo hebben. Want hier zo hebben we dan glas. Dus dan kan ik vanuit mijn studio... Kan ik gewoon, als ik daar zo zit, daar zo, Fortnite spelen... Dan kan ik gewoon hier zo kijken naar mijn auto. Nou, dat is gewoon trots. Dat is gewoon gaaf. Dat is leuk, hè? Dat is gewoon dik. En dan hebben we hier nog ruimte voor twee auto's. Dus dat is wel echt heel erg sick. En dan hebben we hier beneden hebben we de kelder... En daar hebben we gewoon genoeg ruimte om iemand op te sluiten. Nee, daar hebben we gewoon genoeg ruimte om gewoon wat spullen op te bergen. Ja, zoals doosjes en kleertjes en dat soort dingen. Oké, mooi. Dat ziet er goed uit. Heb je gaaf gedaan, schat. Leuk, echt hè? Waar. Waar wil ik nu heen gaan hier? Kijk, wat vind je van dat grind en die tegels, zeg maar, in het begin? Wacht, je hebt hier van dat gat heb je een zwembad gemaakt. Ja, dat is wel leuk gedaan. En dan hier, kan ik ook een dakje erop hier zo? Ja. Of zit daar geen... Ja, er zit een dakje op. Een overkappingje. Overkapping met een leuk stoeltje en Maar nou, wat leuk. Vind je van het grind en die tegels zo aan de voorkant? Zo? Ja, wat is dit hier precies de bedoeling van? Wat is dit? Moet je hip sprong... Hinkstapsprong. Ja. Zo heet dat. Of de vloer... Nee, dit is lava. Mooi. Wat is dit dan, schat? Dit is grind. Ja. En dit zijn tegels. Ja. Ah, ja, ik vind het mooi. Van die platen zo tussen je grind. Zeg maar. En hier heb je altijd voorrang. Precies. Dat is een zebrapad.
Nee, ik weet nog niet zo goed hoe we dat met dat hek aan de voorkant doen. En of je dan een deurtje daarnaast hebt voor mensen die gewoon, zeg maar, aanbellen, postbezorgers of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. Dus dan moeten we nog even bekijken. Maar... Ja, want weet je wat het is? De voorkant van het huis wordt eigenlijk helemaal niet de voorkant van het huis. Wel voor mensen. Wel voor bezoekers, maar niet voor onze privévrienden. Nee. Want onze privévrienden nemen gewoon de normale ingang. En dat is de zijkant. Ja, dus dat wordt wel heel erg leuk. En als je die zijkant ingaat, dames en heren, dan kom je in een... Ik doe even dit, kijk. Dan kom je in een... Kijk, dan zie je jezelf. Dan schrik je helemaal de pleuris. Kom je binnen, zie je jezelf. Kapstokje. Ik zal garderobe. Het even laten zien. Kijk, even... Hoppa. Geen garderobe, maar hier zit garderobe. Precies. En dan heb je taatsdeuren, dat is wel mooi. Taatsdeuren, en dan kom je zo binnen. En dan kom je binnen in de woonkamer. Supermooi. Hier, echt serieus waar... Gave tafel. 6 stoelen in totaal. 8 stoelen in totaal. Ja, maar dat heb je dus niet. Heb dan je niet je in Sims? Zoals die wat ik daar gedaan heb. Dan zit het door elkaar. Stom spel, heb je geen eens. Maar 8 stoelen. En dan hebben we hier de keuken. Ja, dat is en de mooiste. Keuken is om te koken. Dus we hebben hier een hele mooie keuken waar Mylon kan koken. Want ik bak wel een snijtje voor jou, als je wil. Wel is hier zo, dan ja, wel. Nooit. Nee, niet hier, maar hier dan wel. Oké, ik maak 10 tegoedbonnen en die mag je dan inleveren. Zo! En daar heb je 2 dagen de tijd voor. Nee, ik maak voor jou tegoedbonnen. Ja. En dan mag je voor mij een lekker eitje. Lekker eitje. Okay. Interessante kasten dit. Ja. Want die zweven. Wat is hier de bedoeling van? Nee, dit zijn gewoon wandkasten, kijk. Een mand. Want. Wandkasten. Maar dan nee, dat zijn zweefkasten als ik dit zo zie. Nee, wandkasten. Oké. Maar hieronder kan niet meer zo'n lage. En ik dacht, als ik wel nog ga spelen in het spel, dan is het heel onhandig als ik die daaronder zet. Want dan kan je die kasten niet meer gebruiken. Als ik zo de keuken zie, dan moet ik zeggen, ik voel de vibe wel. Top. Ja. En heel veel mensen vragen zich dan af, waar is de woonkamer? Waar is de woonkamer? Nou, laten we even een verstoppertje doen. Hoppakee! Hey, in de kelder! In. Nou, zoals jullie kunnen zien, we hebben hier een knijtersgrote bank. En voor de mensen die de vlogs kijken, wat doe je nou? Ja, dat was niet geverfd. Oh, had je een stukje boos worden op de verferaars. En als je dan gaat kijken hier zo, dan zie je een knijtsmooie bank. En voor de mensen die de vlogs al langer kijken, die weten dat deze bank nu al hier in de woonkamer staat. Die is gewoon, Myron zei ja, pas wel. En uiteindelijk de hele woonkamer stond vol met 1 bank. Yes. Helemaal leuk, GG voor Myron. Uiteindelijk hebben we hier allemaal spotjes met allemaal een automatisch systeem via de telefoon. Wow. Helemaal cool, alles digitaal. Echt wel heel erg gaaf. Waardoor we ook daglicht kunnen creëren in de kelder. Klopt, want... En die lichtmensen waren daar super enthousiast over. We kunnen iets van tussen de 3.000 en 6.000 lumen in je ogen. Weet ik veel. Ik weet niet precies. Goed voor de huid, alles. Ik heb geen idee. Wat was het allemaal? Ik heb geen idee, maar in ieder geval... Dat is zeg maar net zo fel als daglicht. Ja, dus... en ik heb de factuur alles al betaald. Dus het komt er. En hier zit alleen de tv. Ik dacht niet na. Dus hij vertelde iets. Ik dacht helemaal top. Nee, even serieus. Wij hebben echt meerdere gesprekken gehad. En we hebben echt serieuze gesprekken gehad. En ik ben nu in een hele melige bui. En ik ben aan het ouwe hoeren. Maar ik heb serieus veel geld voor het huis betaald. En ook voor de lichten, voor de studio, voor alles. Dus ik doe er nu wel echt geinig over. Maar alles wat hier komt, heb ik echt hard voor gewerkt. En ik ben echt super blij. En ik mag echt met trots zeggen dat ik hier met het meisje van mijn dromen... Die nog moet komen. Nee, die er al is natuurlijk. Ga wonen. Zo kut. En ik voel het al stromen. Wil je nog laat die pizza maar komen. Calzone. Nee, ik ben echt een hele flauwe bui. Maar goed, ik voel de vibe wel. Schatje, is toch een grapje. Oh, laten we eens kijken. Mag ik de muis? Ik heb kriebels. Ik wil de muis. Kijk dit. Zullen we dit doen anders hier zo? Kijk, een beetje Picasso-muurtje zo. Het is één grote kermis in één keer. Dat wordt in één keer een kinderkamer. Kunnen we dit ook verkopen? Hoe doe je de delete? Dan krijg je toch altijd zo'n bulldozer in je hand? Nee, dan moet je gewoon even... Gewoon zo, delete. Nee, schat. Oh mijn god, heb ik nu alles weggedaan? Oh, de hele kelder. Ctrl-Z werkt. Oh, ik schrok al. Ik dacht, ik heb alles in één keer verwijderd. Had je ook. Sorry, schat. Oké, hier komt dus nog die televisiekast, hè? Ja, een hele grote televisiekast. Die gaan we doen via Lucas. Ja. Lucas de Boer, shout-out naar jou.
Want hij gaat alles op maat maken. En op maat zagen, spijkertjes slaan. En uiteindelijk hebben we een hele mooie lange kast hier zo met allemaal vakjes. En die vakjes gaan we vullen met mooie spulletjes. Ja, en jij wou hier misschien nog een poeltafel. Een poeltafel, ja, heel graag. Sorry. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb gewoon rare gevoelens. En die moet ik uiten. Maar dan komt het dat Bas hier ook zit. Jij moet nee. Hey, hou Bas er buiten. Hij doet niks. Ja, maar hij wil grappig doen voor jou. Dat is Enzo. Nee, die sorry. Die leuk gevonden. Zullen we nog één keer kijken hoe die kamer eruit ziet met die gekke kleurtjes? En dan helemaal? Oh, we gaan naar boven. Dames en heren, we gaan door naar de volgende. Ja, we hebben deze kamers nog niet gehad. Nee, we gaan nog de andere kamers doen. Dames en heren, we zijn nog niet klaar. Want je wilt natuurlijk even na deze gelul van mij, wil je even plassen. Nou, dan heb je eerst een paar planten hier zo in je nek. Dat is wel een hoge plant, grote plant. Even een theetje doen, hoppakee. Kijk, nou even serieus, zonder gekheid. Je komt hier binnen en dan zie je gewoon een mooie plant, een wasbak, helemaal luxe. En een grote toilet is dit. Ja, maar we hebben ook zo'n staattoilet, hè? We hebben ook een staattoilet, zo'n bidet. Nee, mannentoilet. Mannentoilet. Een bidet is zo'n spoelding. Spoelding, oh, waar je van staand kan poepen. Toch? Dat is een bidet. Oh nee, dat is zo'n kontsprayer. Ja. Zo'n bidet. Die heeft zo'n hele harde straal in je kont. Bij onze wc heeft dat straks ook, hè? Zo'n kontsprayer. Oh, lekker. Oh, daar heb ik nu al zin in. Echt lekker. Is zo hygiënisch, zelfs hoor. Zelfs volgens mij verwarming of zo. Nee, maar dit is zo'n toilet waar je echt tot rust kan komen. Want dit is een hele grote toilet. En je zit erin en je denkt echt van... Jeetje, wat heb ik het goed voor elkaar. Want dit is een grote toilet. En lekker groen met de plant. Lekker groen met de plant. Goed, veel zuurstof. Kan meteen die strontlucht opgenomen Precies. worden. Precies. Die plant, ik heb nu al medelijden met hem. Sorry, plant. Sorry, plant. Want er gaat veel gescheten worden daar. Oké, dan lopen we verder in de hal. Dan hebben we hier... Even kijken, die trap staat een beetje in de weg. Maar we hebben hier, even theetje, hoppakee. We hebben hier een kast. Een grote kast, ook weer door Lucas, helemaal opgemeten, gemaakt en alles. En het wordt hier echt prachtig ingemaakt. Gewoon de kasten. Ja, opruimen. Dus dit is een opruimen, opbergruimte. Dan hebben we hier, en dat is dus eigenlijk als je binnenkomt aan de voorkant van het huis, heb je de eerste kamer en dit is eigenlijk jouw washok. Klopt. Nou, mooi. Zo'n groot washok met hier een gat in het plafond. Hierboven, precies, ja. Even kijken. Hier komt een gat in het plafond. Ja. En dat gat gaat dus naar beneden. Komt en in dat, de kast. Dat komt in de kast. En maar schat, dan komt dit de vuile heb ik allemaal was. Uitgelegd al, hè? Oh, nee, maar ik wil gewoon Jij even moet vertellen. Gewoon reageren dat... op wat ik gebouwd heb. Oh, ik vertel alles dubbel. Ik heb letterlijk 5 afleveringen Sims gemaakt om dit uit te leggen. Sorry, ik lul veel te veel. Dit weten jullie natuurlijk allemaal. Maar als je binnenkomt in het huis, mooie kamer. Ja? Ja, dit is de zakelijke kamer waar ik al mijn zakelijke mensen ga uitnodigen. Stel voor, er wil iemand ooit een keer samenwerken met Knolpower. Wat ik me kan voorstellen, het is een leuk, gezellig bedrijf. Het is een familiebedrijf, want het is van mij en ik ben de familie. Nee hoor, het is leuk, helemaal gezellig. Nee, even serieus? Oké. Hier komt... Deze man echt... Schatje, help mij. Er zit een duivel in mij. Jij bent moe. Ik ben moe. Jij begint altijd te kutten als je dan moe bent. Joh, het lijkt wel alsof ik gewoon een stokje heb gerookt. Maar is niet zo. Ik laat het wel aan je zien wat ik gemaakt heb. Nee, schatje. Nee, serieus. Alsjeblieft, geef me nog één kans. Oké? Eén kans. Oké, kijk. We hebben hier de zakelijke kamer. Waarom is die stoel weg nu? Ja, omdat die plant daar staat. Maar die plant staat in de weg. Veel zuurstof is belangrijk voor mijn gasten. Wat ben je aan het doen? Nee, Alt. Meer, ja. Alt inhouden. Zie je, dat weet ik. Ik ben ook Sims. Ja, maar dan kan hij alsnog niet hier staan. Oh, schat. Maar je moet ook niet dingen vasthouden. Laat het gewoon lekker staan. Doe maar even... Ja, in de hoek. Zo is prima. Maakt niet uit, schat. Ja, mist er een stoeltje. Ja, maar dat maakt niet uit. Hier is dus genoeg stoelen voor de gasten. En dan hebben we hier een koelkast. En we hebben een klein plekje waar we gewoon even wat klaar kunnen maken. Met een koffiezetapparaatje. Mooie kamer dit. Echt blij mee dat ik een keer een plek heb. Want kijk, weet je wat het is? Maar dat heb je waarschijnlijk ook al verteld. Ja, ik heb alles al verteld. Oké, we gaan naar de eerste verdieping. We gaan hier de trap omhoog. Ja. En dan hebben we de slaapkamer. In één stuk met de douches. Precies. En dan hier een... Waar is het bad? Huh? Oh, die heb ik ook gedownload. Die is ook weggevallen. Oh, het bad is weg. Het bad is verdwenen. Ja, maar dat is vervelend. Kijk, wel een groene muur. Oh, een groene wand. Een soort van. Voor extra zuurstof weer. En daar kan ook een beetje de condens in zitten. Die plant, of Precies. niet? Dan groeit die nog sneller. Dan groeit die plant nog sneller.
Ja, het is wel een rond. Dus er staat een losstaand bad. Maar weet je hoe mooi dit is, dames en heren, dat we een losstaand bad hebben? En dat bad staat gewoon gelijk in de slaapkamer. Ik vind dat echt serieus super gaaf. Ik ben er heel blij mee en dat heb je mooi gemaakt. Zoiets. Je hebt echt het huis zo goed gemaakt. Ja? Dat is niet normaal. Mijn complimentjes, mijn duimpjes omhoog voor jou. Top. Kijk, even theetje. Kijk, dan zien we hier twee waspakken en hier de inloopkast. Ongelooflijk. We hebben hier een kast waar je u tegen zegt. Niet normaal. Schat. Vet, hè? Ongelooflijk, echt waar. Ik ben zo trots als ik dit zie. Ja, is echt mooi. En als we hier naar buiten lopen met onze poedelnaakte lichaam. Kijk. Ik heb daar wel echt oprecht zin in. Als je dan 's ochtends wakker wordt. Dat je dan gewoon even hier zo kan chillen. En dan aan de picknicktafel. En dat je hier zo op gaat liggen naakt. En dan zo lekker zo naar boven kijkt. En denkt, oh, wat is dit heerlijk. Ja. Toch? Precies. En zonder gekkigheid, dit is wel een lekker plekje. We hebben hier een barbecue'tje boven eventueel. En hier kunnen we gewoon lekker... Wat is dit voor? Dat is de kast. Oh, dat is de kast. Die komt door het huis heen. Oh, interessant. Nee, maar we hebben hier een paar plantjes. Gewoon voor de gezelligheid. Dit gaan we leuk aankleden. En dat wordt echt helemaal mooi. En dan hebben we natuurlijk nog de zolder, dames en heren. Ja, die heb ik niet gemaakt. En die is niet gemaakt. Dat kan niet in Sims. Dat kan niet. Dat is gewoon een kutspel. Dat zei ik al. Nee, grapje. Het is een leuk spel. Maar het is gewoon niet helemaal volmaakt. Voor nee, alles wat wij willen doen. Je kan gewoon niet onder schuine daken bouwen in Sims. En dit, dames en heren, is ons droomhuis. Ja. Even mijn armpje om je heen slaan. Dit is ons droomhuis. Hier gaan wij heel gelukkig worden. Ja, en dat zijn we nu ook al in het appartement. Maar dit wordt echt ons plekje. En dat zwembad, daar weten we nog niet zeker of dat daar komt. Want dat is niet... Heb ik ook al verteld. Oké. Goed. Mand. Nee, dat weten we dus niet. Maar iedereen zei dat we dat moesten doen. Dus daarom heb ik dat eventjes gezegd. Ah, oké. Maar dat is een optie. Nou, maar goed. Dat is niet wat binnen nu en een half jaar gaat komen in ieder geval. Nee, dat is waar. We hebben voorrang op alles behalve het zwembad. Precies. Want dat is gewoon een extra luxe die er later bij komt. Maar dit is natuurlijk niet... Wat? Dit is wel heel raar was dat. Dit is in ieder geval... Wat vind je van het kleur van de gras? Groen. Echt groen, hè? Het is heel groen. Weet je waarom? Ja, omdat de buurman altijd zegt gras is groener aan de overkant. Precies. En dat is ons gras. Precies. Is dat echt zo? Ik heb het groenste gras gekozen. Oh mijn god, dat meen je niet. Ja. Ja, fantastisch. En jij maait hier met die chandeer, hè? Zeker. Ik zie mezelf er al doorheen scheuren, hoor. Op twee wielen. Baba. Ja, fantastisch. Schat, mensen zeggen hier nu zo extra slaapkamer. Die vraag is ook wel best wel vaak geweest. Maar we hebben natuurlijk de zolder. De hele bovenverdieping is de extra slaapkamer. Waar we dus ook een wc en een douche hebben. Dus als ze logees zijn, kunnen ze gewoon daar slapen, douchen, werken, van alles. Ja. En ja, in principe hebben we nog wel meer ruimte waar we uiteindelijk ook nog wel een slaapplek van kunnen maken. En? Ja, lange zin dit, maar goed. En? Ga verder. We hebben achter in de tuin ook nog een plannetje. Dat wilde ik nog gaan zeggen, inderdaad. Daarom deed ik mijn vinger de hele tijd omhoog. Maar het duurde lang voordat ik aan de beurt kwam. Nou, daar heb ik ook maar... wel last van. Daarom passen we zo goed bij elkaar. En tiny house, heb je er ooit van gehoord? Vertaling is klein huis. Ja. En jij hebt er wel eens van gehoord? Ja, heb ik wel eens van. Ja, dat willen we gaan bestellen voor in de tuin. Een tiny house, boom, zet het neer. Mag zonder vergunning, want je gaat niet de grond in. En dat is lekker een hout, gezellig, knus tentje. Zijn we ook gaan overnachten in Italië tijdens de windsport met Noël en Kim. Toen hebben we in zo'n cube geslapen. En zo'n cube noem je ook wel een tiny house. En dat is super gezellig. Kan je in tuin neerzetten. Heb je gewoon een klein douche. Heb je een toiletje. Klein slaapkamertje. Klein keukentje. Klein tafeltje. Klein stoeltje. Klein pandje. Alles klein. Maar heel fijn en gezellig. Ja. Juist. Dus dat willen we waarschijnlijk nog achter in de tuin. Dus als er nog ooit een gast is. Dan zeggen we. Joh, ga jij lekker in de tuin slapen. En dan denken ze. Huh, moet in de tuin slapen. Nou, dat is raar. En dan komen ze daar. En dan denken ze. Wow. Jeetje, wat is dit gaaf. Ja. En dan kunnen we dan ook zelf samen eens gaan slapen. Als we het huis zat zijn. Precies. Maar dat wordt niet zo snel hoor. Maar die pooltafel wordt ook sick hoor. Maar heb je nog aanvulling? Of vind je iets niet mooi? Wat schat, ik gedaan heb? Je hebt het fantastisch gedaan. Nee, echt waar. Een pluimpje. Oké. Echt waar. Nou, top. Nee, je hebt gewoon uitgespeeld. Wil jij, het is wel zo. Ik had wel in de video gezegd. Van, ik heb wel een paar dingen gewoon gedaan. Omdat ik dat mooi vind. Maar over het algemeen vinden wij serieus zelf de inrichting mooi. Dus... Ja, maar wil jij een uitbreiding van Sims of zo? Omdat je dit zo goed hebt gedaan. Ja, dat wil ik wel. Ja? Ja. Welke wil je hebben? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet gekeken. Oké, okay, nou zoek een leuke extensie uit. En dan krijg je die van mij. Yes. Ja, en dan gaan we... Wat gaan we doen de volgende aflevering? Of ben ik erbij of niet? Of nou, wat is de bedoeling? Volgende aflevering denk ik dat we gaan leven. We gaan leven. We komen tot leven. Maar dan met haar.
Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Komt helemaal goed. We gaan de volgende keer leven met een extensie die we gaan kopen. En, ja, en niet ik... te verwarren met extensions. Dat was een leuke woordgrap, hè? En ik ga nog... dat is de bedoeling in ieder geval. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik ga zeg ook het. Dit laten zien aan Kim. Aan Kim? Want Kim wou ook heel graag het huis zien. Dus we gaan ook nog de reactie van Kim opnemen. Nee, dat doe je maar in je eigen tijd. Ja, is goed. Nee, grapje. Tuurlijk. Gaan we doen. Waarom nee, niet? Nee, hoef jij niet bij te zijn. Nee, ik niet. Waarom kijk eens wel. Dan? Gaan jullie doen. Oké, ga ik nu dan die uitbreiding... Weet je wat er rijmt op doen? Zoen. Ja. Kom maar. Afsluiten. Nee, nog niet. Gek. Ja, opslaan eerst. Ja, goed zo. Mwah. Ik ga nu die uitbreidingspakket kopen. Nee, niet nu. Jawel. Nee, dat mag later pas. Waarom? Bij de volgende video. Kijk, hier. Pakketten. Nee, nog niet. Mywen. Kids. De volgende aflevering pas. Trouwens. Kijk, een stofzuiger van Dyson. Trouwens. Wat is een kit? Kits zijn stukjes content die zijn ontworpen om jouw manier van spelen te verbeteren. Oh, wel een leuk hoedje van Sunflowers. Hoe noemen we dat in Nederlands? Zonnebloem. Paardenbloem. Oh, zonnebloem, ja. Paardenbloem. Zonnebloem. Sunflower. Sunflower. Beardflower. Zo heet dat in het Engels. Horsepower. Even kijken. Maar schat, dat wou ik dus zeggen. Oh, dit is ook leuk, hè? Sneeuwpret. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Je wordt beroemd. Ja. Ja, hier heb je een serie... Wow. Oh, gaaf. Dit hebben mensen gezegd. Als je deze ding koopt... Deze ding? Dan kan je als beroep vlogger zeg dan, kiezen. Zeg dan, als je deze bekijken, ding koopt... Oh, sorry. Dan kun je als beroep vlogger worden. Serieus? Ja, je luistert niet wat ik zeg. Ik zei het net ook al. Je praat door me heen. Ik vind het zo gaaf. Dat is toch leuk? Ja. Maar, ja. Zullen we dat de volgende keer kopen? Oh, je hebt ook nog allemaal jungleavonturen en ouderschap. En wasgoed. Fitness. Ja, wasgoed. Fitness. En peuters. Mm. Peuters. Niet te verwarren met kneuters. Fitness, achtertuin. Bowlingavond. Oh, bowlingavond. Ja, maar dit zijn accessoirespakketten. We hebben ook paranormaal. Gamepack. En je moet uitgebreid deze breien hebben deze we. Moeten zag we je hebben. Dat? Breien, deze uitgebreid. We en beleef het samen. En je hebt sneeuwpret. En ecologisch schat, leven. Schat, klaar. Grapje. Honden en katten. Heb je ook nog? Leuk. Oké. Nee. Dames en heren. Reageer vooral eventjes welke pakketten we moeten kopen. Als we dat toch pas de volgende keer doen, dan kunnen jullie gewoon laten weten welke. Ja, laat weten welk pakketje jullie willen. Oké, voor de volgende aflevering. Laat het weten in de reacties. Dankjewel allemaal voor het kijken. Het was mij echt een aangename verrassing. Schatje, ik kan niet meer normaal doen. Het spijt me, echt waar. Vergeef me, alsjeblieft. Weet je wat ook gewoon kut is? Dit is letterlijk de reactievideo van Enzo. Dat hij reageert op mij. Dit kunnen we ook gewoon niet opnieuw doen. Want hij moet ook gewoon hier leuk op reageren. Oi, oi, oi. Maar goed, ik zie mensen FIFA zeggen in de chat. Laat u nee, maar weet je wat wel echt belangrijk is? Wat de mensen niet weten van deze video. Het is nu hier 10:50 s'nachts. En ik ben al bijna 13 uur live op Twitch. En dit nemen we op via een Twitch livestream. Ik ben helemaal gewoon wappie. Ja, moet je misschien gaan slapen. Nee, we gaan nog even gek doen. Maar dat is voor een andere keer. Nee, volgende keer lekker pakketje. Schat, ik even doe normaal afsluiten. Oké. Okay. Jij doet dat terug. Ook wel bij je eigen video's. Ja, is goed. Oké, okay, doen we even groot scherm. Komt-ie even. Kijk, mooie transitie van mijn stream. Ik ben weer kwijt. Oeh, ik heb zin in koekjes. Kerstkoekjes hebben we nog. Nee. Jawel, jawel. Gaan we niet zeggen dat jij die hebt opgegeten. Nee, tuurlijk jij niet. Jij ouwe smikkelbeer. Eet ik okay. Dat? Schatje, even serieus nu. Kom, even laat de Pokémon-kaarten liggen. Even serieus. Ik wil even afsluiten zoals ik dat normaal ook doe. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie bedanken. Oké. Okay. Doe je pet anders. Ik word gek. Misschien lukt dat. Is gemeen dan in één keer ik heb zo'n rat in mijn hoofd met een muis en die draait heel veel rondjes en die maakt me helemaal gek. Oké, ik sluit hem al af. Nee. Oh ja, doe jij de afsluiter, dat is leuk. Oké mensen, superleuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Yes, in de volgende aflevering gaan we leven en een nieuw pakket kopen. Dus reageer vooral welk pakket wij moeten kopen. En dan zeg Enzo, zoals altijd, dikke, vette peace. Yes. Mag je scheet laten in de microfoon? Nee. Oh. Helaas.
Is goed. Okay. Nou, ik ga even wat halen. Boy, ik heb hier ook taart alles, hè. Oh. 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 Ja, die was wel terecht, ja. Oh. 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 Die was wel terecht. Oh. Klaar. Oi, oi, oi. Oké. Nou, dat was een leuk video. Hey, zolang we die pack erbij in, dan ga ik wel naar huis. Ik wil niet zijn hele ritme ook. Oh, nee hoor, natuurlijk niet. Ja, hij moet dat zelf bepalen. Oh man. Oké, dan gaan we dit afsluiten. Goed.